Mijn gast van vanavond is een gevierd actrice op het Witte Doek en in het theater. Ze houdt van dieren, want ze won 2 gouden kalveren en Wie is de Mol? We zagen haar in de rol van Rachel Hazes en als Maxima. Ze speelde dus de vrouw van de koning en de vrouw van Willem-Alexander. Vanaf morgen is ze in de bioscoop te zien in de lichtelijk hallucinerende film Mad Mess. Dit toestel op mijn schouder, waarmee ik mezelf nu film, is de katalysator die ten grondslag ligt aan dit cinematografische experiment. U bent van tv? Ja. Mijn camera. Nee, ik wil wel naar een climax toe werken. En wat is dan de climax? Ik ben de climax. Hier is de climax van deze avond. Hadewig Minnis! Dankjewel. Wat leuk! Wat leuk! Wat leuk! Wat is zo'n enthousiast publiek? Ja, toch? Dat is echt heerlijk! Ja. Dat is echt leuk! Ze zijn zelfs enthousiast over dat ze enthousiast zijn. Ja. Het is een metapubliek. Wat leuk dat je er bent. Je had al de première van de film. Ja. En ik zie, je hebt hetzelfde pak aan. Hoe weet jij dat nou weer? En dat zag ik op foto's in de showbizbladen. Nou, ik dacht, ik doe een maximaatje. Maar ja. zij doet dat dan in een tijdsbestek van jaren. Maar dan doet ze dus iets wat ze al heeft, doet ze nog een keer aan. Wij zitten er maar 4 dagen tussen. Maar ik had een jetlag en ik vond het zo fijn. En ik kan wel zeggen van wat het is, want het mag niet. Ik mag geen reclame maken. Het is een soort onesie. Ja, het is echt fantastisch. En ik voel me er heel fijn in. En toen dacht ik, ik voel me er fijn in. En ik vind het toch altijd spannend na een talkshow. Ik doe gewoon dit aan, want ik voel me zo fijn. En het past mooi bij het decor. Ja, en bij mijn pakje. Maar het is leuk, toch? En jij hebt altijd iets anders aan. Dus... Ja, ik heb al... Nee. Ja, dat is een beetje mijn stilo. Ja, toch? Ja. Arjen, elke dag anders Lubach. maar wat er goed voor... Het is ook milieubewust, toch? Nee, daarom. Maar ja. Ik dacht, het is goed om te laten zien dat het juist goed is... om kleren te blijven circuleren, zeg je heel dat? Goed. Nou, ik... Ja. Ja. Ik doe dat al 8 weken, dus het begint ook een beetje te ruiken. Hey, we gaan straks. Ik wil straks alles horen over de film. Of alles, maar een deel, want zo lang heb ik niet. Maar Mad Mess heet hij. Maar eerst even, nu ik je toch spreek. Ik was ook wel benieuwd, hoe ben je ooit begonnen met actrice? Wilde je altijd al actrice worden toen je klein was? Nou, eigenlijk toen ik klein was, wilde ik schoonmaakster worden. Oh. Het leek mij heel leuk, omdat je dan gezellig kletst met mensen... en dan drink je koffie en dan ga je dingen die vies zijn schoonmaken. En het leek me heel overzichtelijk en heel bevredigend en gezellig. Ik heb nog nooit iemand ontmoet met die ambitie. Nou, aangenaam. Hier, ja, hallo, Arjen Lubach. Wat grappig. En er is niks van je dromen terechtgekomen. Nee, maar ik ben nog steeds... Dat is best wel... Ik moet dus opruimen en dan kan ik pas nadenken. Oh. Snap je? Dus ik ben echt zo iemand... Dan kom ik thuis en dan ga ik opruimen en dan... Oh ja, dan kom ik een ontspanning of zo. Wil jij een keer bij mij thuis langskomen? Ja, kom een keer bij jou langs. Maar verder ben ik heel ontspannen, hoor. Ja. Wat leuk. En jij hebt een zoon en een dochter. Ja. Maar jouw man is ook acteur. Ja. En ik vroeg me af, zie je dat al in de kinderen? Hebben ze dat talent ook? Ja, ze hebben wel gevoel voor drama. Ze zijn dubbel belast natuurlijk. Ja. En mijn zoon, of onze zoon, die wil liever achter de schermen. Lijkt hem helemaal te gek. Maar onze dochter heeft echt een heel, heel groot gevoel voor drama. Die kan dus enorme scènes maken. Dat ik zelfs niet doorheb dat het echt is. Dat het niet echt is. Dan gaat ze bijvoorbeeld van de... Nee, dan moet een verdieping af van het huis. En ik kan het niet langer meer halen. Maar het is wel heel leuk om met poppen te spelen. Dus je denkt, hè? Wat gebeurt hier allemaal? Gewoon doodeng. Dit lijkt me doodeng. Het is echt doodeng. Maar ze heeft zo'n gevoel voor drama. Drama. En ze schudt het allemaal uit haar mouw. Dus die speelt mij gewoon helemaal weg. Wauw. Dus daar gaan we nog veel van zien. Nou ja, nee, want ze wil ijsverkoperin worden. Ijsverkoperin? Nee, ijsvrouw. Ijsvrouw noemt zij. Ijsvrouw? Nee, ijskovrouw. Ijskovrouw. Oh, zeg maar, dus ze wil ijsjes verkopen. Ze gaat ijsko. Dat wil ze heel graag. Schepijs of softijs? Ik denk dat schepijs. Schepijs. Gewoon meerdere smaken. Veel keuzes. Veel emoties. Ja. Veel keuzes. Dat veel mijn, smaken. Ja. Ja, ja, ja. Mijn interviewtechniek is doorvragen. Doorvragen. Ja, jouw... ja. Jouw nieuwe... Ja, nee. Nee, je nieuwe film heet Mad Mess. Ja. Film van Sam de Jong. Die ik vooral ken van Drank en Drugs.
Dat is niet van mijn verleden met hem, drank en drugs. Maar van, oh, van die clip, ja. Drank en drugs, heeft hij onder andere gemaakt. En Prins. Prins. Ja. En toen is hij meteen doorgebroken. En mocht hij meteen een film in Hollywood maken. Ja. Wat is het voor film? Worden. Die film of onze film? Nee, die onze film. Ja. Met Mes. Ja. Kun je dat over je eigen film zeggen? Nou ja, ja. Nou, ik vind het echt te gek. Nou, Sam de Jong is zo'n unieke filmmaker. Ik vond het echt geweldig om me aan zijn geest te laven, laat ik maar zeggen. Het is een hele speelse, kleurrijke satire, is het eigenlijk. Een satire over beeldvorming. Het gaat over een presentatrice van een spelletjeshow, Evelien, dat ben ik. En ja. Ik wil documentairemaakster worden. Dus ik wil een gelaagde documentaire maken over echte mensen. En er is er ook een jongen, Youssef. En hij wil heel graag een hele vette zonnebril. En hij... Ik krijg een... En dat is Shaheen Elhams, ja. Geweldige acteur. Mm-hmm. En dan geeft mijn vriend, gespeeld door Gijs Naber, geeft mij een camera. Ik heb die camera helemaal blij. Die wordt gestolen door Youssef. Maar je moet niet de hele film spoileren. Nee. Maar of ga ik nu te lang door? Weet lang ik verhaal niet. Kort. Ja. Ik ga dus aangifte doen bij de politie. Maar dan doe ik een leugentje om bestwil. En dan zeg ik dat hij bij de beroving een mes heeft gebruikt. Met mes. Maar dat is helemaal niet zo. Ah. En dan gaat het om in de film dat je vaak dus... de stereotypen die je krijgt opgeplakt, dat je daar dan naar gaat leven. Dus dat je in je eigen stereotype wordt. En ja. Dat... Dus het is eigenlijk een film die commentaar geeft over... Ik heb een stuk... Oh, sorry. Nee, het was de kern van het punt. Ja. Ja? Over? Op stigmatisering, maar tegelijkertijd... En ook laat zien hoe krachtig een camera eigenlijk is. Hè? Dus hoe je bepalend ja. kunt zijn met een camera. Voor de mensen thuis, dat hebben we vanavond hier gemerkt. Ja. Moeten we even vertellen, of niet? Zullen we jullie niet mee vervelen? Nee, zullen jullie er niet maar mee vervelen. Maar het camerateam heeft een uitdaging gehad. Ja. We gaan als een gek door het gesprek heen. Maar ik ken jou dus een beetje van dit soort films. Dat zijn heel bijzondere films. Ook, sorry. Maar heb ik nou genoeg uitgelegd ja. over de film? Ja, want mensen moeten gewoon gaan kijken. Nee, maar mag ik nog zeggen dat het echt heel bijzonder is. Ik heb gewoon nog nooit zo'n film gezien. Mag ik dat wel zeggen? Nee, of is het heel gênant? Ik heb hem gezien. En wat ik vond... een beetje wat Wes Anderson doet voor nostalgie... dat doet hij voor futurisme. Kijk. Heb ik over nagedacht. Oké. Okay, Maar je moet hem gaan zien. Het is echt something else. Okay. Ik praat zelfs in het Engels. Dan ga ik toch even naar iets banalers. Want jij doet allemaal van die films waarvan je zegt... Maar je doet ook wat iets... Oh, is dat dan? Ja. Pop. Nou, hoe heet het? Van Warmerdam, deze film. Dat zijn niet je doorsnee Costa of Verliefd nee, op Toscane films. Art movies, ja. Maar je doet ook iets waarvan mensen je misschien ook wel zullen kennen. En wil ik je toch ook even naar vragen... Je bent namelijk de stem van, ik zal de naam één keer zeggen... van de kruidvatreclames. Herkennen jullie er al? Wisten jullie dat niet, of wel? Wisten jullie het? Misschien kun je hem één keer zonder de naam van de drogist te zeggen... één keer je stemmetje opzetten. Zondag met Lubach, nu ook maandag, dinsdag en woensdag. En donderdag, 4+1 gratis. Ja, nou, dat is het goed. Oh ja, we mogen het helemaal niet zeggen. Oh ja. Ja. Ik kan hem hier wegbliepen, dus ik kan nog een keer de naam zeggen. Van de drogisterij. Tot slot, ben je nu met iets leuks bezig? Nog nieuwe projecten? Ja, en nu ben ik een Duitse serie aan het opnemen. Wat heel gaaf is. En dan zit ik in een rolstoel, spreek ik Duits. Het is een dolle boel. Ik heb rolstoelles. Nee, is echt gaaf. Het klinkt niet als de meest twee grootste aanbevelingen. Duits, rolstoel. Maar ik weet niet... Ik ga dat heel zit tof rolstoelles? Maken. Rolstoelles? Ik moet dus ook. Ik ben iemand die dus heel lang in een rolstoel zit en dus dat heel behendig moet kunnen. Ik heb zelfs een vrij scène. Ik zal kan je nou in het Duits. Maar goed, het is heel gaaf. Okay. Ik ben in ieder geval blij dat je geen schoonmaker bent geworden. Dankjewel voor je komst, Hadewig Minis. Met Mes is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Jullie bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Doei! Gefeliciteerd! Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.